Nou, ik vind het zo raar. Ik kan me niet... Nee, rot op. Ja. Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij... ons! Zo, ik ben weer met je. Hello. Ja! She's back. I am. She's back, back, back again. Ja. En niet alleen op mijn YouTube kanaal, maar ook op je eigen YouTube kanaal. Oh. You're back, back, back again. Met een iconic nummer. Die moet je allemaal even gaan kijken. Die zal je uiteraard nog maar eventjes neerzetten. Hij deed dit. Ik heb hem geschreven op Jessie der Leven. Ik zat op AliExpress, as I do, en toen kwam ik ergens langs en toen dacht ik echt dat moet ik hebben, dat moet ik proberen. En dat heb ik nu natuurlijk allemaal gezien in de titel en het thumbnail en niet. Maar wij gaan earwax candles proberen. Ja, hoor ik je misschien wel als je van boven een keertje roept. Jeroen is doof, zeg maar. Als en daar hebben we oprecht gewoon bijna een keer ruzie over gehad. Ik zit hier op de bank en Jeroen is in de gang of op zijn kamer en dan roep ik gewoon, Jeroen! En dan krijg ik gewoon geen reactie, gewoon niet. Dus op een gegeven moment gewoon... Ik was zo hard aan het schreeuwen! En ik zei, sorry, ik hoorde je van oprecht niet. Sowieso wil ik ooit een keer mijn oren laten uitspuiten. Ik denk echt dat er zoveel shit uit mijn oren komt en dat ik dan opeens 20.000 keer meer kan horen. Nou, ik denk dat je echt ver komt hiermee hoor. Maar we hebben dus earwax candles besteld op AliExpress. Ze waren heel goedkoop. Als ze nog bestaan, zou ik ze uiteraard weer onderlinken. Het was echt, ik denk, 2 euro niet overdreven. Dan heb je er 10. Ik weet niet helemaal hoe het werkt. Ik weet in ieder geval dat je hem in je oor moet stoppen. Dat je zo'n grijs dingetje er tegenaan moet doen om het as of zo of bal tegen te houden. Anders krijg je brandende as op je gezicht, dat willen we niet. Maar ik weet niet waarom er nou precies wat de staafjes bij zitten. Oh, huh? Nee, ja. Dat krijg ik ook niet helemaal. Ja, dat vind ik ook weer gek. Huh? Dat vind ik ook weer gek. Deze zijn geel. Ja, nee, dit is weer raar. Vervelend. Maar ik dacht dat het gewoon papier was, maar het beginstuk is dus plastic. Ja, nee, het is high maar quality. Maar kijk, je ziet ook een soort van, hij is niet open of zo. Dus hoeveel gaat er dan uit kunnen komen? Hij is niet open? Nee, zeg maar, zie je, als je erin kijkt. Oh ja. Dus gaat het dan wel werken? Ja, er zit daar, ja, wel. Want anders zou het gewoon direct je oren gaan, dat is ook niet goed. Dat is vuur, hè? Dat vuur gaat toch je oren niet in? Ik weet in ieder geval dat je horizontaal helemaal moet liggen, dan dat ding erin, dan dit zeg maar zo. En ik denk dat hij niet verder dan dit mag. Jessie, ik kan toch, dit gaat toch niet verder dan dit in? Nee, dat je hem niet verder mag laten branden tot hier. Oh. Dit in je oor. Ja. Toch? Ja. Nou ja, let's try the fuck. Het wordt, ik heb 1 keer een video ervan gezien. Het wordt zo, ja, gaat ik van Gabby. Over je nek. Ik heb echt al 5 dagen voor deze video mijn ogen niet schoongemaakt. Dat is echt een marteling voor mij. We hebben allebei gewoon een soort van, oké, nu niet meer je oor schoonmaken, want alles moet eruit komen. Ja, er zit bij mij nu denk ik wel flink wat in hoor. Dus ik heb hem een oké, nou, let's go. Oeh. Fire in the hole. My gaping asshole. You, nadat je KFC hebt gegeten. Ik ben echt bang dat het as op mijn gezicht komt. Nee. Misschien is dat wel een kink. Kaarsvet is toch gewoon een kink? Oh, wat als we hem in zijn neus stoppen? Dat gaat niet goed hoor. Ik heb gewoon mijn neus is gewoon schoon. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Oké. Oh, maar dit gaat op mijn gezicht vallen, Jessie! Van je haar hoog weg. Moeten we misschien nog iets anders? Moeten we misschien een handdoek kapot knippen en dat gewoon zo... Nee. Om een handdoek er doorheen doen? Nee. Maar Jessie, dit gaat fout. Dit is niet genoeg. Nee. Dit kan niet. Dit Jawel. Is te weinig. Maar daarom is het baksen. Het gaat heel hard fikken. Nou, doe dan. Zullen we... Hebben we niet een handdoek? Ik pak een handdoek. Kijk, zo. Eeuw! Zit ver in je oor? Ja, ik heb hem zo ver als ik kan hoor. Wacht nou, blijf stil liggen, anders gaat het helemaal fout. Oh, Jessie! Wow. Oh, ik zie vuur! Oh. Jessie, als het valt, hè? Je wordt helemaal gek, spring gelijk omhoog. Maar ik voel nog niks. Mag je moet hem recht wel recht houden. Wat? Ik voelde iets fikken. Ik voelde echt zo... Waarom deed hij dat? Oh my god. Er komt rook uit je oor. Jessie, als het misgaat moet je het gelijk zeggen, dan ren ik echt weg, hè? Nee, ik blaas meteen uit. Even een small reminder, we doen dit op een bank van 6.000 euro. Oh. Nou, hij gaat goed, er valt niks op de grond, het vlammetje brandt recht. Er komt een beetje rook van je oortje af, maar dat is wel oké. Maar ik voel niks, hoor. Maar misschien duurt het lang. Ja, dat hele ding moet opbranden. Duurt al lang. En ik voel ook niet echt iets gebeuren in mijn oor of zo. Feutushouding. Ja, ik vind het eng. Zo voel ik me veilig.
wel stil blijven zitten, want straks valt het wel. Oké. En als dat vuurtje op dat valt, dan is je hoofd weg. Nou, hou ze op. Doe die zo vervelend. Oh. Ja, maar ik voel niks. Moet je wat voelen dan? Ja, dat weet ik niet. Moet je niet voelen dat het eruit komt of zo? Nee, het moet niet vacuüm zijn. Ik denk dat de warmte het gewoon eruit trekt. Maar zou je dan niet moeten voelen dat het eruit komt? Ik voel meestal wel dat als er dingen uit mijn gat komt, hoor. Ja, hij brandt heel netjes nog. Hij is bijna op de helft. Wat? Nee, hij is echt nog niet op de helft. Hij brandt wel echt heel netjes, gewoon heel, heel mooi. Maar er valt niks van af. Er valt helemaal niks van af. Het blijft allemaal intact, wil je het zien? Wat raar. Hoe ik hier licht gestuurd. Maar heb je hem wel ver genoeg in je oor gedrukt dan? Ik heb hem letterlijk zo ver gedrukt dat hij niet verder kan. Hij kan letterlijk niet dieper. Is hij nog steeds recht? Hij is nog steeds recht. Als het nu valt, valt het op dat ding. That's so interesting. Pas op hoor, straks verbrand je nog je camera. Oh, ik voel het dichterbij komen. Ik voel het helemaal knetteren. Oh, je moet nu echt stil, want nu gaat hij... Oh my god. En nu? Als je het nu eraf tikt, dan valt het op het bord. Oh. Voel ik het nou in mijn nek? Nee. Nog een keer tikken? Ja. Ah. Oh, het valt allemaal op dat papiertje. Oh nee. Wat goed. Wat goed. Oh, ik ruik het nu helemaal ook. Oh, dit is zo raar. Ja, het valt eigenlijk gewoon heel netjes erop. Op het metalen plaatje, of op het zilveren plaatje? Ja. Oh, verrassend. Ah, ik voel het helemaal knetter in mijn oor. Ik hoor het. Oh, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Ja, naar voren. Ja, ja, ja. Ja, los? Ja, naar los. Oké. Okay. Ho. Want er zit nog in dat. Ja? Hallo? Er zit letterlijk niks in. Niks in? Kijk erin. Kijk in het gaatje. In dit gaatje? Ja. Ja, maar dat kun je nu toch nog niet zien? Jawel, dat hoort toch daarin te zitten dan ook al? Nee, hier moet het in zitten, hier. Nee. Jawel, jawel. Daar is. Knip het open, knip het open, knip het open, knip het open. Nou, ik vind het zo raar, ik kan me niet... Nee, rot op. Ja. Niet. Volgens mij zit daar allemaal shit in. Niet. Ja. Oh. Eeuw. Oh. Oh, ik ga daar echt van over mijn nek. Wow, huh? Maar dat had ik zo niet verwacht. Het zijn toch earwax candles? Ja, maar AliExpress. Ja, dat is wel het. Maar het is echt moeilijk om dit open te knippen. Gadverdamme. Oh my god, haal hem open, haal hem open. Ik wil het zien. Eeuw, het zit helemaal vol. Oh, oh, gaat af. What the fuck? Dit is echt heel vies. Zie je goed wat er op die schaar zit? Oh, wat vies, maar ook hierop gewoon allemaal... Oh god, ik moet stoppen met daar in de buurt ademen, want al dat as vliegt omhoog. Jeetje, maar het werkt wel. Heftig. Maar ik had wel verwacht dat er meer uit zou komen. Ja, oh, mijn oor, ik voelt nu ook echt gewoon... Het voelt... Open of zo. Ja, nu jij. Pas op voor je haar, hè? Ja. He he. Oh, daar gaat ze. Oh. Huh? Zal ik hem zo aansteken? Ja, zit hij gewoon goed, ook vanaf de zijkant? Ja. Oké. Okay. Ik vind het eng. Die kop. Oh. Oh. Oh, daar ga je, zus. Het klinkt als een soort van gaslek. Ja, het is heel naar. Het geluid dat je in je oor hoort, onprettig. Huh? What the hell? Ik kreeg een beetje een vliegtuigidee. Ja, dat had ik net ook. Is niet goed hoor. Ik ben heel benieuwd wat er bij jou uit gaat komen. Ik denk dat er zo fucking veel shit uit gaat komen. Intens. Klinkt zo raar. Ja. Oh my god, het knettert. Ja, dus de dichter bij je oor nu gaat komen, dus de harder het gaat knetteren. Je hoort het zo meteen gewoon echt alsof het al in je oor zit. Oh. Oh, nu voelt het alsof ik onder water ben. Oh, eeuw. Oh, dit voelt zo raar. Hoor je het al dichter bij je oor komen? Ja. Als die echt bijna bij het einde is, dan klinkt het echt bizar. Ja, ik ben dus wel benieuwd, want het is echt... Op het allerlaatste moment, als die ongeveer is waar die bij mij bij het einde was, dan begint het in één keer echt heel ziek geluid te geven. Oh, maar mijn oor is nu ook helemaal aan het kietelen nog. Misschien moet je dat met die wattenstaafjes gewoon nog een soort van nadoen of zo.
Nog even na, frotten. Klinkt echt alsof ik voor de hel sta. Goedemorgen, Satan. Satan, let me in, please. I don't want to go to heaven, please let me in. My ears are already there. Ja, maar het is een soort van wax, het valt niet echt. Nee, I know. Hallo? Wat? Je drukt dat bord echt door mijn hersens heen. Het bord? Ja, je duwt heel hard op mijn hoofd. Nee, dat is mijn hand. Oh, dat is misschien mijn ring die je voelt. Oh, hij viel. Huh? In de bord. Is hij gevallen? Ja, ik heb hem in het bordje gevangen. Hoe die net viel, was het anders op je haar gevallen. Dus ik hou het bord even bij. Dat is zo duur. Wow. Dat is niet goed hoor. Ja, en dan hoger, hoger. Ja. Hij zit in het bordje. Oh. Oh. Dank. Oeh! Oh nee! Oeh! Oh nee! Nee, hallo, straks vliegt het ding in, die moet je toch... ik raak die oorsprong aan. Ja, nou, dit vind ik negatief, hoor. Oh my god, Jessie. Ja. Jessie? Ja. Is dat het? Je ziet het gewoon aan de zijkant zitten. Eeuw. Maak het open. Oh ja, je ziet... Oh! 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 Dit is allemaal oorsmeer! That's a lot. Eeuw! Kijk nou! Dit ga je zo zelf opruimen! Oh nee, Jessie, je moet even een doekje overheen. Kijk, het laat allemaal sporen achter. Ach. Oh! Oh nee! Oh! Oh, dit is echt mijn grootste nachtmerrie! Oh nee! Oh, that's disgusting, bitch! Oh! Oh, wat fijn. Ja, nou, dit doekje mag in de prullenbak. In het vuur. The aftermath. Dun, dun, dun. Ja, mijn oor voelt echt gewoon open. Niet open, maar wel iets minder gevuld. Ja, ja. Iets holler. Dit was weer een avontuur. Een AliExpress avontuur. AliExpress avontuur. Jessie, Jeroen. Ik denk dat het wel werkt, want ik denk als je echt goede haalt, dat het dan beter werkt. Ja, misschien wel. Dat het dan echt gewoon allemaal eruit getrokken wordt. Want ik heb echt video's gezien dat er echt klonten, ja, dat was het uitkomen. Oh, dit vind ik zo fijn. Dit heb ik al 5 dagen niet meer gedaan. Oh, dit vind ik echt net zo lekker als gewoon gemasseerd worden ofzo, weet je. Well, honey. Ooh. It's orange. E Jessie. Dat was de video. Vond jij het video leuk? Geef een duimpje omhoog. Laat me in de comments weten of jij al een keer earwax candles hebt geprobeerd. En werkte het bij jou wel, werkte het bij jou niet. En als je ze hebt geprobeerd en het werkt echt geweldig goed, welke heb je dan geprobeerd? Want dan moeten we die maar een keer proberen. En als je het nog gaat doen, please maak er Instagram stories van. Tag ons, want dat moeten we zien. See. En dan wil ik jou graag danken, Wilhelm. Dus ga hier beneden even naar kijken en dan zie ik jullie in de volgende video. Bye! Bye.